bom zal daar wel ontploffen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Julie en ja, de seizoensfinale van het 33e seizoen van Familie zit erop. En ik zou kunnen zeggen, het was een knaller van formaat, maar dat was het niet. Jawel, het was... Ja, nee, het was goed, maar ik bedoel, het was geen knaller, want wij verwachten allemaal dat de bom zou ontploft zijn. En dat is niet gebeurd. Hoewel, op het einde kregen we nog een verrassing van formaat. En dat is dat de bom alsnog zal ontploffen, maar dan tijdens de mid-season finale van het 34e seizoen op vrijdag 3 januari 2025. We beginnen bij het begin. De hele familie van den Bossen kwam samen voor die lang verwachte familiereunie. Het idee van een familiereunie kwam onder andere van Joris, die de kijkers beter kennen als Bert van den Bossen. Hij wou alle van den Bossen samen op één plek om een bom te doen ontploffen en zo de Van den Bossen-klan uit te roeien. Alles verliep volgens plan, alle Van den Bossen zaten aan tafel, Joris begon aan zijn speech, maar dan bedacht hij zich omdat Louise kwam binnenvallen. Louise, die zogezegd de dochter van Joris, Bert van den Bossen zou zijn, niet waar, maar bon, daar heb ik een andere video over gemaakt, die kunt u hier terugvinden. Hopelijk wordt dat in het volgende seizoen wel duidelijk dat dat zever is. Maar goed, Louise komt binnen, dus Bertje alias Joris verandert van idee en hij laat de bom niet ontploffen. Maar hij had wel al enkele uitspraken gedaan die toch voor enkele vraagtekens zorgden bij de familie van den Bossen. Waardoor Joris niet anders kon dan Mieke ten huwelijk te vragen. Mieke zegt waarschijnlijk ja, want op het einde zagen we beelden van de mid-season finale van volgend seizoen. En dat speelt zich af op het huwelijk van Mieke en Joris, kunnen we afleiden uit de beelden. En de bom zal daar wel ontploffen. Joris zal de bom dus doen ontploffen tijdens zijn eigen huwelijksfeest met Mieke. En voorlopig zien we dat het enige slachtoffer Mieke zal zijn. Nu, of zij die aanslag overleeft of niet, dat is natuurlijk de vraag. De beelden verklappen niet echt veel. Er is gewoon te zien dat er een ontploffing is, dat Mieke gewond is. Maar we weten niet of ze sterft. We weten ook niet welke andere van den Bossen er aanwezig zijn. We hebben niemand anders gezien, dus ja. Ofwel zijn ze allemaal gaan lopen, ofwel liggen ze allemaal onder het puin. Oftewel, ja, er zijn nog 101 mogelijkheden. Ja, het is wel cool dat familie deze methodiek gebruikt om een verhaal te vertellen. Dus wij zien nu eigenlijk al een flash forward van binnen een half jaar. En dat is wel cool. In tegenstelling tot de zomer, want deze zomer krijgen we een webreeks te zien met allerlei flashbacks. Het is te zeggen flashbacks, ja, flashbacks. De webreeks draait rond Bert van den Bossen. En ook Gunther Levy, die we allemaal kennen als Peter van den Bossen, zal zijn comeback maken in de webreeks. Nu, ik had ergens nog gehoopt dat we zo misschien zouden het weten komen dat Joris Peter eigenlijk gewoon ontvoerd heeft en dat Peter al jaren in zijn kelder vastgebonden ligt of zo, ik weet niet. Het had misschien leuk geweest als Gunther Levy ook zijn comeback zou maken in de soap en niet alleen de webreeks. Maar goed, misschien zit dat er nog aan te komen, dat weten we niet. Maar voor nu, ja, dit was de seizoensfinale. In de aflevering zelf, ja, niet veel spanning of zo, omdat je wel weet naar waar dat de makers naartoe aan het gaan zijn. Ja, het ding is, de seizoensfinale wordt ook niet meer zoals vroeger op één moment uitgezonden. Hij was al, op Telenet was hij al gelekt voor bepaalde mensen. Bepaalde mensen hadden de seizoensfinale vorige week al gezien, denk ik. Gisteravond was er het groot evenement in Kinepolis voor de fans, dus daar hadden ook al 4000 mensen de seizoensfinale gezien. Ik had gisteravond een video upgeload over de aflevering van gisteren, over het feit dat Bertje de vader van Louise zou zijn. En daaronder kwamen ook bepaalde reacties over de seizoensfinale, dus ik wist al hier en daar kleine stukjes over wat ik kon verwachten. Dus ja, ik was niet zo hard verrast van bepaalde zaken. Maar goed, ik vond het, ja, ik ben vooral, het geeft me vooral zin. Ik ga het zo zeggen, ik ga de zomer niet in met, oh nee, wat nu? Nee, ik ga de zomer in met, oh, ik ben wel benieuwd. Maar niet van, oeh, en nu? Snap je? Dat is zo, want je weet, tot januari volgend jaar zal het nog redelijk pijs en vrees zijn. Maar ze hebben het wel goed gedaan. Ik denk dat ze nu wel iets hebben om de kijkers vast te houden tot januari 2025. En dat is uiteindelijk wat dat dus ook moet doen. De kijkers bij de keel grijpen. Dus ja, dat hebben ze goed gedaan. Pluim daarvoor. En ja, buiten het gedoe met de bom en Joris, is er natuurlijk ook nog een andere verhalenlijn dat ze hebben opgestart bij familie. En dat is de zwangerschap van Stefanie. Jawel, Stefanie is zwanger. Allee, ze denkt toch dat ze zwanger is. En ja, we zagen haar misselijk zijn in de aflevering. En daar had ik al zoiets van, ja oké, ze is zwanger. Die vermoedens heeft ze ook geuit tegenover Lars. Waar dat ook haar vader Benny het kon horen. Dus ja, Lars leek in de wolken te zijn. Maar Stefanie was precies iets minder enthousiast. Dus dat gaat volgens mij ook nog voor strubbelingen zorgen. Want als Stefanie effectief zwanger is, ja, wilt zij kinderen? Wilt zij nu al kinderen? Nu al zo vroeg in de relatie? Nu in haar leven?
Dat zijn allemaal vragen waar ze mee gaan moeten dealen. Eén ding is zeker, volgens mij, Lars ziet het zeker zitten om papa te worden. Om opnieuw papa te worden, we mogen Raven niet vergeten. Ook al hebben we hem niet gezien in de seizoensfinale, helaas. Maar goed, ja, dat was het een beetje voor de seizoensfinale. De zwangerschap van Stefanie, de mogelijke zwangerschap van Stefanie. En de bom van Joris die niet ontploft is, maar die dus binnen 6 maanden wel zal ontploffen op zijn trouwfeest met Mieke. Nu ben ik ook vooral benieuwd naar de webreeks, de zomerreeks van Familie. Vanavond komt de allereerste aflevering op VTM Go. Dus ik zal zeggen, check die handel. Want ja, Peter en Bertje die samen weer op ons beeldscherm komen. I love it. Wat vonden jullie van de seizoensfinale? En wat gaat er precies gebeuren op 3 januari 2025? Laat het achter in de comments, ik ben benieuwd. Binnenkort komt er op dit kanaal ook een video over Bert van den Bossen. Een kleine samenvatting, tijdslijn van zijn leven. Wie is Bertje, van waar komt hij? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe komt het dat Bertje zo geworden is? En nog belangrijker, hoe komt het dat Bertje Joris is? Al die dingen zal ik binnenkort in een video gieten om een duidelijk overzicht te geven. Dit was de video, bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.